nou hier komt deel 3. Dit zijn we, hier ga ik proberen de meer, pretentieuze kant, zeg maar, te corneren van alle interviews of zo. Nou, ik dacht, nou, ik begin simpelweg zo van, wat is nou je plan hierna? Ik zou het helemaal te gek vinden om te kunnen blijven doen, weet je, albums te kunnen blijven maken. Dus als, als ik op een gegeven moment niet meer op tour zou willen of zo, zou ik gewoon zo'n muts worden die aan huis gewoon albumjes zit te maken, weet je wel. Ja, ja. In een huisstudio en dan kijken wat ermee komt. Of inderdaad voor anderen schrijven. Ja. Maar jij houdt ook heel veel van het podium, toch? Ja. Ja. Zeg voor, je krijgt een soort keuze. Keuze A is van, je mag voor altijd op het podium liedjes zingen, maar alleen andermans werk. Of je mag nooit meer op het podium staan, maar je mag verder alles doen. Toch de tweede keuze. Dan maar nooit meer op het podium en dan gewoon maar het maken van nieuwe dingen. Toch wel, ja. Ja. Ik niet hoor. Nee, jij niet? Nee, ik zou een andere kiezen. Ja. Ik weet niet, ik vind het het gekste als je iets speelt wat je ook zelf hebt gecreëerd. En anders weet ik niet of ik gewoon onuitputtelijk zou kunnen putten uit mezelf om die nummers maar te blijven spelen. Ja, ja, ja. En dan daarna, als je geen zin hebt meer om bijvoorbeeld op tour te gaan of zo. Ja, ja, nee. Ja, ik denk ook vooruit, hè? Dit is wel mijn masterplan. Ja, ja. Nee, okay. En ik vroeg me ook af over je teksten, over je teksten schrijven. Want daar ben ik altijd in geïnteresseerd, weet je wel. Ik wil dat altijd horen. Van waar gaat het over? En dus, heb je daar ook inspiratiebronnen voor of zo? Of dat je denkt van dat vind ik goede tekstschrijvers? Of... Ik krijg heel veel inspiratie als ik boeken lees gewoon. En dan vaak, soms zelfs word ik gewoon uitgedaagd door zinsconstructies bijvoorbeeld. Ja, ja. En ook wel vanuit visuele dingen, maar ook gewoon bijvoorbeeld van in een trein zitten en naar buiten kijken. Uh-huh. En dan ga ik gewoon, ik weet niet, als ik al in beweging ben, ik zit gewoon in de trein, dan lijkt het wel alsof mijn hersenen in een ander soort modus gaan en alsof er, als ik veel meer dieper kan nadenken en dan kom ik tot een soort van onbewuste en dan ik maak ik meer conceptuele ideeën voor soms. Ja, ja. Heb je ook wel eens dat ego ding dat je denkt van dat onderscheidt mij, haha. Ik denk eigenlijk vaker, ik denk niet van haha, dat kan ik beter. Ik denk eigenlijk alleen zo van, oh ja, dat meer zo van, ik ben blij dat ik dit anders doe. Of, ja, of zo wil ik het niet doen. Nee, dat denk ik wel heel vaak. Nee, zo wil ik echt niet dat het is. Maar ook wel vaak bijvoorbeeld gewoon onderdelen. Echt niet dat ik een artiest meteen helemaal soort van denk van, oh, je doet alles verkeerd. Maar dan denk ik gewoon, let ik het meer als een soort leermethode van, oh ja, dit wil ik niet. Gewoon een onderdeel uit een show. Dat is ook inspiratie natuurlijk. Dingen die je goed vindt, wil je nadoen. Dingen die... Ja. Dingen, heel inspirerend eigenlijk, om dingen te zien waar je echt niet van houdt. Ja, absoluut. Maar denk je ook wel eens na bijvoorbeeld over wat muziek is of zo? Dus je, kan je een voorbeeld geven of zo? Hè? Als ik zelf, wat voor mij altijd een soort raadsel is, is dat ik denk van, oké, je weet hoe het voelt als het goed gaat. De zaal zit erin, jij zit erin, je voelt dat allemaal stromen via de microfoon, via de box, naar die mensen, lichaam terug naar jouw ogen en shit. Bijvoorbeeld vanochtend, ik luister jouw album en nou ja, dan, ja, dat bereikt mij dan of zo. Jullie hebben het dan in studio gemaakt of zo. Ja. En dan denk ik van, is het dan omdat in mijn oren een soort van randvoorwaarden geschept worden voor die ervaring? Of gaat er echt een soort magisch stukje energie zo door de wifi naar mij? Ik denk daar eigenlijk meer, ik denk daar vaker over na op het moment dat je iets creëert, hoe dat tot je komt, hoe je het verzint. Ja, daar denk ik heel vaak over na. Denk ik, hoe heb ik dit verzonnen eigenlijk? Dat er eerst niets was en toen iets. Dat vind ik iets magisch. Als jij het woord magisch gebruikt, wat bedoel je dan magisch? Het voelt wel als iets ongrijpbaars, zo van, ik kan er geen vinger op leggen en ineens voel ik dan dat het dit moet zijn of zo. Maar ik denk dat het toch te maken heeft met dat je heel gevoelig bent om iets voor je te zien wat er nog niet was of zo, snap je? Of iets voor je te horen. Denk je dat je dat geleerd hebt of dat je talent hebt? Een beetje van allebei. Dat je wel talent moet hebben, maar ik denk ook dat heel veel gewoon, doordat je het heel veel hebt gedaan, ik denk dat ook heel veel mensen bijvoorbeeld kunnen leren zingen als je het maar gewoon vroeg genoeg gaat doen. Ja. En als je het... Ja, precies. Ja. Tel meer waarde. Gewoon doen. En dan... Ja, nee. Ja, je hebt aanleg daar wel echt voor, denk ik. Mm-hmm. En dat je wel iets soort creatief gevoel moet hebben, anders komt er denk ik niks. Ja. Denk je dat het verschil maakt dat je een vrouw bent in de soort van positie waar je nu zit, als een soort frontvrouw van een band? Ja, ik denk wel dat het misschien
ingewikkelder is. Sowieso zijn er natuurlijk veel mannen die ook een beetje vanuit een soort macho ding misschien op het podium willen gaan staan, snap je? Ja, en het rocksterren ding. Het rocksterren gebeuren. Voor mij is dat denk ik wel heel erg anders. Ik denk dat een soort van de mannenstem universeel is, dat er vaker wordt gevonden dat de mannenstem gewoon een soort van koestert of zo. Ik weet niet, ik krijg het gevoel in ieder geval als ik met mensen praat erover. Dat de vrouwenstem specifieker is om naar te luisteren. Dus dat je er meer smaakideeën over hebt. Dat gevoel krijg ik wel vaak, ja. Kijk, smaak is natuurlijk ook een cultureel onderwikkeld ding of zo. Dus dat zou daar ook iets mee te maken mee, natuurlijk. Ja, ja. En ik denk als vrouw moet je denk ik ook wel wat vooroordelen voorbij, zeg maar. En, maar ja. Ik denk dat het ook wel heel erg krachtig, dat je het ook heel erg krachtig is om als vrouw voor een vrouw van een band te zijn. Omdat het juist tegen de vooroordelen ingaat. Tegen dat idee. Ja. Want ik denk wel eens bijvoorbeeld dat als een vrouw vooraan op het podium staat, dat ze dan nooit ontkomt aan een soort van seksuele connotatie of zo. Heb je dat idee? Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat idee is er natuurlijk wel heel erg. En die wordt ook wel, ik word er heel vaak mee geconfronteerd. Dan is het zo van, oh ja, lekker wijf of zo. En dan denk ik ineens, oh ja. Ik vergeet heel vaak sowieso überhaupt of ik een meisje of een jongen ben. Ja, je bent gewoon niet meer bezig. Ik ben gewoon een liedje aan het zingen. Ja. Maar ik denk niet heel vaak over de kracht die je als vrouw dan zou hebben of zo op een man. Denk je eigenlijk nooit over na, ook niet als ik aan het spelen, en helemaal niet als ik aan het spelen ben. Dat maakt eigenlijk geen moer uit voor je. Het, niet echt, maar ik begrijp eigenlijk heel erg dat het er is. Ja. Maar je voelt... Ja. Ik voel het niet zo, nee. Oké, nou gelukkig. Zullen we dan zomaar deel 4 doen? Oké, nou, dit zijn geruchten die ik dus gehoord heb. Maar ik heb dus gehoord, en als je niet op beantwoord is, oké. Maar ik heb gehoord dat jij en je zusjes door een genetische afwijking geen haren op jullie benen hebben. Het is wel heel erg aangesterkt, zeg maar, dit gerucht. Maar ik moet zeggen dat we eigenlijk haast geen haar op onze benen hebben, nee. Dat je met jouw zus zei tegen mij van, ja, ik en mijn zus hebben nog nooit van ons leven onze benen geschoren. Ja, nou, ja, ik heb door het modellenwerk moest ik die aantal haren ook wel verwijderen. Die twee haren die je nog wel gegeven hebt. Anders was het toch een beetje zo van de camera erop. Nee, ik heb 3 haren op je benen. Dit is een beetje persoonlijk, maar je hebt toch al 10 jaar lang verkeering met dezelfde jongen? Ja. Hoe lang hebben jullie dan? 10 jaar, ja. Hoe heet hij? Ja. Job. Hoe oud waren jullie toen dan? Ik was 17 en hij 16. Wauw. Vind je dat zelf bijzonder? Ja, ik moet zeggen dat het nu wel... Komt niet zoveel voor, toch? Nee, nu wordt het dan weer bijzonder. Omdat mensen, vroeger was het zo van, heb je zo lang een vriend, vet saai. En het zal wel allemaal heel saai zijn of zo, met hun vooroordelen. En nu is het dan zo, omdat het dan 10 jaar is geworden, zijn mensen zo van, wow, wat mooi, wat ja, romantisch nu vinden mensen en bijzonder. Een soort idyllisch. Ja, helemaal nu in de tijd waarin iedereen heel vluchtig met relaties is en zo. Vroeger was het heel normaal natuurlijk om al 10 jaar een relatie te hebben. Even kijken hoor, nou, nog een vraag. Nee, laat maar. Zeg maar. Nee, het is dat genoeg? Nee, nee, dat nee. Dat moet je nog staan. Nee, hè? Nou, oké. Heb je tips voor hoe je dat zo lang volhoudt? Ja, je moet denk ik elkaar heel veel ruimte geven. En ruimte? Niet elkaar nooit in de weg zitten, zeg maar, wat betreft je eigen kamer. Ja, nou, ik woon ook niet samen. Dus letterlijk. Ah, nee? Ook. Ja. En je moet zorgen dat je... Ik denk dat je moet zorgen dat je niet... Dat je gewoon je eigen dromen blijft volgen. En dat je niet die voor elkaar laat. Want dan krijg je denk ik spijt. En ik denk dat je lief moet zijn voor elkaar. Oh ja? Ja. Oh. En verliefd moet blijven op elkaar. Ik weet niet hoe je dat kan forceren. Kan je niet afdwingen, toch? Dat is de vraag. Hoe blijf je verliefd? Soms moet je ook best wel veel moeite doen om elkaar. Bijvoorbeeld als je, om elkaar weer terug te vinden als je veel zonder elkaar bent geweest. Dat je weer... Snap je? Ja. Dat gaat ook niet altijd vanzelf, maar ik denk... Ja. Ja. En vooral lief zijn voor elkaar. Okay, ja. Jij zegt dat. Ja. U hoort het, vooral lief zijn voor elkaar. Nou ja, ik was Luc Bos derde en dit was mijn interview met Sophie Winterson. Dankjewel. En nou, jij heel erg bedankt voor je mooie album Wires. En ik wens je heel veel succes met je nieuwe band, je nieuwe album. En ja, dat was het.